2021 zit er bijna op. Edwin, welk gevoel overheerst bij jou? Wisselend. Succesvol. Gaaf ontwikkeling van spelers. Hoog niveau gehaald. Fantastische wedstrijden. Veel doelpunten gemaakt. Maar ook toch wat foutjes. Toch wat wedstrijden die je eigenlijk behoort te winnen. En dat maakt voetbal ook zo gaaf natuurlijk. Dat je niet altijd krijgt wat je op basis van de ranglijst, van de financiële mogelijkheden, wat je daar verdient. Maar ja, de ontwikkeling van de club is fantastisch. De naam van Ajax blijft rondgaan in Nederland en in de wereld. Het shirt, en Bob Marley shirt, de derde shirt wat we dan gebracht hebben eigenlijk. Iedere keer toch zorgen dat we op een creatieve manier Ajax in de spotlight neerzetten. Is het van ja, de schaal smelten en ja, de fans eigenlijk die ons zo gesteund hebben, die het gemist hebben om in het stadion te kunnen zijn, toch een onderdeel te zijn van het succes. En ja, dat geeft wel een warm gevoel dat soort acties, dat de activiteiten heel erg gewaardeerd worden. Everybody is ready for some magic. Ready for Ajax to turn it on again. The arena is full. Es geht raus. Halle. Oh, what a goal! The captain has done it. But goodness me, it must have hurt. Ja! Excellent. Neres. Goal! Ajax! Ik ben de loting geweest in Istanbul inderdaad en dan komen deze ploegen eruit. En dan kijk ik natuurlijk een beetje naar die tweede plek eigenlijk. En ja, vanaf de start inderdaad in Lissabon naar een kolkende Johan Cruijff Arena met de fans inderdaad die dat zo gemist hebben om daarbij te zijn. En als je dan zo een eerste helft op de mat legt eigenlijk en de kans die je creëert tegen gewoon echt een Europese topploeg. Ja, en uiteindelijk met 4-0 zo het veld afveegt. Ja, en dan de volgende stappen daarin, dat maakt het wel heel erg, dat echt een heel erg gave periode was. De hele insteek is geweest om Ajax naar de Europese top, en wat de top is dat 8, is dat 16 inderdaad. Met name die overwintering, die volgende stappen om die daar te brengen. Ja, als je dat ziet dat het 18, 19 halve finale, nu weer de laatste 16, maar vergeet niet, de afgelopen 2 jaar hebben we met 10 punten geëindigd in de groep eigenlijk. En normaal gesproken met 10 punten, dan ben je eigenlijk ook naar de volgende fase. Dus, ja, ik denk dat de ontwikkeling die we meegemaakt hebben en het niveau van de spelers en toch lastig is. Hè, we verliezen vaak de beste spelers. Dan moet Erik of Mark moeten weer nieuwe spelers gaan vinden, inspelen. Jeugd de kans gaan geven. En dat we hier toch weer staan, dat geeft veel voldoening. Die jaren terug dat je dat allemaal zou starten. Het valt natuurlijk ook allemaal goed nu, maar in hoeverre had je dat voor ogen? Ja, eigenlijk wel. Natuurlijk het niveau. Dat het zo makkelijk ging, of dat we 6 wedstrijden winnen, of naar wedstrijd 4 al gekwalificeerd bent. Ja, dat verwacht je natuurlijk niet en daar hou je geen rekening mee. Maar met name het aanhaken. En, ik weet wel goed dat we met Erik zaten vorig jaar. Met zijn contractverlenging inderdaad. En de ambitie die nog uit zijn ogen spat eigenlijk. En ook weten wat hij zei van ja, ik kan meer uit deze groep halen. Ja, als jij dat ziet, Erik, dan geloven we dat en daar gaan we voor. En dat heeft hij samen met zijn staf wel waargemaakt. We hadden het net al over die 3 seizoenen geleden toen Ajax zo ver kwam. Hoe schat jij nu de kansen in als je dit team een klein beetje afzet tegen het team van toen? Nou, het knap is natuurlijk wel, dat hoor je ook van andere clubs vorige week toen ik in Parijs was met een vergadering. Dat je toch dat niveau weer haalt. Dat je spelers die misschien op een ander niveau stonden op het Champions League niveau kan neerzetten. Je verliest Matthijs de Ligt en bijvoorbeeld Frenkie de Jong. En daar staan nu Ryan Gravenberg en Jurjen Timber. En we zitten nog steeds op hetzelfde niveau. Dus daar wordt echt wel door het buitenland gekeken. Jezus, hoe flikken jullie dat eigenlijk? En dat maakt ons met z'n allen. Ik denk de jongens uit de opleiding, de trainers, de hoofdjeugdopleiding, de club, de scouting, maakt dat enorm trots. Wat zeg jij dan als mensen dat aan jou vragen? Van hoe flikken jullie dat in vredesnaam? Want ik neem aan dat je heel veel berichten krijgt. Kom ik hier een week in Amsterdam, dan kom ik vertellen wat. Nee, ja goed, uiteindelijk is dat voor hun makkelijker. Want zij laten nummer 9 tot met 12 laatst afvloeien en halen daar. Kopen daar spelers bij. Ja, bij ons gaan 1 tot en met 4 verliezen we ieder jaar. En toch moet je dat niveau blijven houden. Concurrerend in Europa en de beste proberen te zijn in Nederland. De afgelopen maanden werd bekend dat Menno Gele, Suzanne Lendrink en Mark Overmars hun contract bij Ajax hebben verlengd. En dat is volgens de algemeen directeur belangrijk voor de toekomst van Ajax. Stabiliteit is belangrijk. Succes wordt vaak gezien, ook bij clubs die als je elftal langer bij elkaar kan houden, dan groei je naar elkaar toe. Voor ons op het veld is dat lastig, maar goed, je kan wel door gerichte aankopen en proberen de jongens toch een jaar lang te houden. Dus ja, ik denk dat het heel mooi is dat Mark, inderdaad, Menno en Suzanne voor langer tijd aan de club verbonden zijn.
Er wordt heel veel aan je gevraagd natuurlijk de laatste paar weken en maanden. Hoe zie jij jouw toekomst? Nou, ik lig nog tot 23, wat is het, oktober, november 23. Dus dat is nog vanaf het begin van anderhalf jaar. Dus ja, we zijn wel in gesprek met de RFC. Ja, je hebt het naar je zin hier, hè? Ik heb naar mijn zin, maar goed, er is altijd wel uitdagingen of dingen die op de deur kloppen. Maar goed, voorlopig zijn we hier nog niet klaar. Voetbal speel je voor de mensen en mensen in het stadion. En die beleving die je samen hebt, ja, dat maakt voetbal zo mooi. En ja, zonde, ja, dat is toch een lege dop. Wij zijn blij dat ze terug zijn. En hun zijn blij dat ze er zijn. En wij zeker ook. Ja, dit was echt wel een klap. Ik had Willem II heb ik gemist, was ik in het buitenland. En dat was eigenlijk de eerste wedstrijd die ik zag dan. Dat je dan vanuit een volle bak, volle Kolken Arena, dat je dan ja, die 22 gasten op het veldje staan, dat die hymne hoort van de Champions League. En kaal, leeg, koud, triest. Hoe schadelijk is dit voor het Nederlandse voetbal en voor Ajax? Dat we nu dus eigenlijk weer, nou, we dachten we gaan de goede kant op en bam, we zijn weer terug bij lege stadions. Ja, ik denk met name voor clubs inderdaad uit middengrote landen en grote clubs uit die landen dat het echt heel zwaar is. Omdat we zijn een groot gedeelte afhankelijk van de inkomsten van het stadion. We hebben een heel groot stadion, een heel mooi stadion, Johan Cruijff Arena. 54.000 man. Ja, als daar nul in zit of geen 12.000 losse kaarten kunnen verkopen of inderdaad seizoenkaarten en de partners van de club die Skybox hebben. Ja, dat gaat weer heel duur worden. Ja, wat zal dat voor Ajax betekenen als het zo door blijft gaan? Nou ja, je kan het een beetje kijken. Afgelopen jaar heeft het ons 33 miljoen gekost eigenlijk. En toen was het een hele lange periode dat er geen toeschouwers waren. En we hopen met z'n allen, denk ik, dat dit keer wat korter zal zijn. Maar er is nog niet echt zicht op, volgens mij, toch? In hoeverre maak jij je dan zorgen? Ja, zorgen niet. Het belangrijkste is dat we sportief goed doen. En op een beetje verder komt in de Champions League. Dat je hopelijk weer kampioen kan worden of de beker wint. Ja, we zijn een voetbalclub. Voetbal leidt je af aan sportieve prijzen. Maar daar zit een belangrijk onderdeel van is wel de inkomsten die je uit het stadion kan halen. Ja. Dat zal wel een flinke impact weer gaan hebben dit jaar. Daar zien we de grote grijns bij André Onana. En nu Stekelenburg. Nu heeft hij wel het antwoord op de vrije trap. Met Pasveer die zijn eredivisie debuut maakt voor Ajax. Haalt. Op die latte. Het is ook een beetje het jaar van de keepers, hè Edwin? Het is ook de belangrijkste positie die er is natuurlijk in de elftal, hè? Dat weet jij wel natuurlijk. Ja, absoluut. Hoe ben jij omgegaan met die situatie toen rondom André Onana? Ja, we hebben uiteraard geprobeerd hem te steunen. Ook in de beroepszaak die er was bij de KAS. Uiteraard ook veel gesprekken met hem gehad samen met Mark. Om te kijken, voor de club te behouden, te ondersteunen. Een nieuw contract aangeboden. Ja, en dat is eigenlijk niet van gekomen. En ja, na zijn schorsing ziet het er nu heel lastig uit eigenlijk. En ja, dat doet ons best wel pijn. Ja, doet dat je persoonlijk ook pijn? Tuurlijk wel, maar goed, uiteindelijk moet je dingen kunnen scheiden. Je bent algemeen directeur en je bent goed outkeeper, ex-collega. Of met de ene speler heb je iets meer contact dan de andere speler uiteraard. En dan hebben we de 24. Maar goed, iemand maakt ook zijn eigen keuzes. En overweegt ook dingen wat voor hemzelf misschien het beste is. En dat rijdt niet altijd met een club erlang natuurlijk. Stekelenburg, die verving hem natuurlijk met verven. Dat ging hartstikke goed. Hoe keek jij daar toen naar? Nou, Maarten heeft denk ik een tweede of derde leven gekregen en dat heeft hij ongelooflijk goed gedaan. En ook een uitverkiezing naar Oranje verdiend, het EK gespeeld. Heeft wel toen heel slim gezegd eigenlijk van dit is goed zo. Ik heb dat meegemaakt, ik zie nog 2 jaar verder, wordt lastig. Ja, en eigenlijk ben donderslag bij heldere hemel overkwam hem, kreeg hij die blessure. Waardoor hij geopereerd moest worden en eigenlijk nu eigenlijk dit jaar denk ik niet meer op gerekend wordt. Toen kwam Pasveer, die stond er eigenlijk ook direct. Had je dat van tevoren verwacht, dat hij er direct eigenlijk ook op Europees niveau zo goed op zou staan? Nee, ik denk dat Mark daar positief in stond. Mark afgelopen jaren altijd wel Remco een paar keer genoemd. Maar natuurlijk bij Vitesse, Eredivisie keeper, hele goede reddingen, goede reflexen.
belangrijk geweest voor de club. En een mooie transfer afgedwongen naar Ajax. En op het moment dat hij hier kwam, heeft hij denk ik eigenlijk de verwachtingen overtroffen. Tussen mijn verwachtingen en ik. Het niveau wat hij haalt, waarschijnlijk denk dat Remco die zelfvertrouwen uitstraalt. Maar goed, uiteindelijk is in Amsterdam net toch even een tikje anders. En dat heeft hij met verf heeft hij dat doorstaan. En heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het elftal. En de rust die in Achterhoede geldt op dat gebied. Ajax wint de beker in een finale die verre van groots was. Voor de 35e keer kampioen van Nederland. En this one, number 35. Nummer 35. Nummer 35. Nummer 35. Esto es para ustedes. This one is for you. This one is for you. Ja, je vergeet toch echt zo snel dat dit geweest is eigenlijk. Dat je in een lege kuip, een lege arena, zo dat je een schaal en een beker omhoog houdt. En dat je je nu ziet eigenlijk, natuurlijk was je blij. Ik vind het fantastisch hoe de spelers die emotie, en die hebben natuurlijk het hele jaar daarvoor gewerkt eigenlijk. En het is gewoon triest, hè? Het is gewoon echt een bonk in je hart, dat zo is, dat het was. En natuurlijk zijn er veel erger zaken, mensen die familieleden verloren hebben, de zorg, de doktoren die 24/7, 7 dagen in de week aan de slag zijn inderdaad. Maar goed, veel haal je naar je eigen werk, familie toe. Dus daarop te focussen is dramatisch natuurlijk. Hoe kijk je dan terug op de dubbel? Eigenlijk gemengde gevoelens eigenlijk. Het is gewonnen, belangrijk kampioen worden, kwalificatie Champions League. Maar eigenlijk weggestopt, want als je nu ziet hoe de eerste 4 maanden dan we waren, dat voetbal hoort met publiek te spelen eigenlijk en dat is gewoon eng. Het is fantastisch dat we 35 hebben gehaald. Ja, nu is het naar 36 toe eigenlijk. Dat leg je neer eigenlijk. Alles wat je wint, dat zit in je tas klaar. Alleen de uitdaging is daarna weer. Dat is het mooie aan voetbal natuurlijk ook. Ajax wil ieder jaar de lat hoger leggen. Waar ligt de lat in 2022, Edwin? Goed. De Champions League proeft als fijn, maar kampioen worden is het allerbelangrijkste. Dus we gaan het zien. Er is natuurlijk een WK komt eraan voor jongens, dus die zouden graag willen blijven spelen. De ontwikkeling van jeugdspelers, we hebben natuurlijk afgelopen week een paar jonge jongens gezien. En dat is ook gaaf om die jongens weer aan te zien sluiten. Ik heb gisteren training gezien, hoe ze dan meedoen. Ja, als we die wat meer kunnen zien komend jaar, is voor dan om de toekomst van Ajax te verzekeren. Ook in de komende jaren richting het meerjarenplan wat we aan het ontwikkelen zijn. Dan weet ik dat Ajax er goed op staat. Natuurlijk kampioen geworden, beker gewonnen, dat zijn dingen die je wil. Alleen, je bent ongeduldig of je bent gretig. Je wil meer en dat komt eraan. Maar dat duurt soms even. Dus we zijn het elftal aan het ontwikkelen. Erik die er druk mee bezig is. Vincent Heidega die zich ontwikkelt als trainer. Spelers die daar een jong de kans kunnen krijgen. Ja, de club groeit. De club bloeit eigenlijk wel. En dan proost op een succesvol 2022. Lijkt me een goed plan.